dus je moet eventjes een klein beetje bukken. Ik ben nu nog. Ja. Zo moet je zitten. Hier zo voor je tafel. Mm-hmm. Hier voor de stoellijn. Op mijn 80ste verjaardag ben ik met mijn hele familie gaan eten. Ja. En ik zou bij God niet meer weten wat ik gegeten heb, maar ik heb enorm genoten van het feit dat we met z'n allen bij elkaar waren en dat we het eten allemaal erg lekker vonden. De smaak was niet zo heel erg, dat is de structuur die heel erg een beetje sponsig, ruw en droog in je mond aanvoelde. En ik durfde niet te zeggen dat ik het niet lekker vond. En de eerste had ik altijd zo ontzettend lekker. De kleverige rijst en de avocado erin, de verse vis. Ik vond het wel leuk omdat je dan geblinddoekt naar iemands herinnering van eten te luisteren met heel de context. Ja, dan zie je eigenlijk al het hele verhaal voor je. Als iemand dit normaal in een andere situatie aan me zou vragen, zou ik dat best wel raar vinden. Ik geloof dat eten vaak mensen samenbrengt. Dus de samenkomst van mensen en dan eten, dat is gewoon een goede combinatie. En ja, op deze manier andere mensen leren kennen, dat is gewoon altijd goed.